Hallo, welkom bij Kutmannen. Ik ben Bappie. En ik ben Jason. En naar aanleiding van je comment gaan we het hebben over onze... jeugd. Ja, mijn jeugd was chill. Ik ga niet liegen. Ik was best wel blij. Later, wil je beginnen met de jeugdfoto's of ben je niet blij om jeugdfoto's te laten zien? Want... pull up the receipts. Hier hebben we een mooi roze vlak. Jeugdfoto's. Ping, 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 ping. Ik weet niet, hè, hoe transmannen die verstoppen hun jeugd. Oké, jeugdfoto's vind ik niet erg als zijnde tot en met denk ik een jaar of 10. Daarna wordt dat gewoon naar. Oh. Maar toen kwam ik in die ik moet vrouwelijk zijn fase. Oké. Snap je? Video, ik heb heel veel video's, ook super cute. Maar op een gegeven moment als een videoband op DVD te zetten. Nu kijk ik op DVD's thuis en ben ik denk, oh, waar ging het fout? En toen denk ik aan mijn baard. Oh ja, dat was het punt dat ik een man wilde worden. Zijn er dingen waarin je kan afleiden dat je zat... makes sense nu. Wauw, super trans. Ja, echt wel super trans. Nee. Oh. Dat is het ding. Ik heb al een paar afleveringen gezegd dat ik een trage trans ben. En het is echt super fucking duidelijk dat ik traag trans was. Want soms keek ik terug en ik was like... Je kent toch die Triforce van Zelda? Je hebt drie problemen. Ja. Met mijn nummer bovenin het probleem was dik zijn. En toen kwam zwart en toen kwam trans. Dus ik eerst twee issues moest ik battlen en toen dat de was laatste. Niet dat was niet mijn prio op dat moment. Mijn prio was vragen aan mijn moeder: waarom heb ik witte Barbies in plaats van fucking bruine Barbies? En toen waren ze like, ja, maar je bent gewoon Spaans. En Spaans is niet direct wit, maar oké. Dus eerst moet je dat ding uitgraven. Dan heb je probleem 1. En dan kom je bij probleem 2. Dat je dik bent als de tering voor je jeugd. En dan ben je like, oh ja, oké. Kut. Eén ding wat heel duidelijk was, ik speelde voornamelijk met de boys. Ik haatte eerst feminine dingen doen. En nu dat ik als ware identiteit man leef, vind ik het chill. Like, mijn oma wilde me leren naaien. Nee, mijn oma wilde leren breien en naaien. En toen ik 8 was, dacht ik, dit ga ik nooit doen. Ik vind het saai, ik vind het kut. En nu ook eens een fucking scheur zie in mijn shirt. Dan dacht ik, godverdomme. Waar heb ik niet leren naaien? Maar ja, ik had... kleine signs van er is iets anders dan anders, maar ik dacht ook dat ik een super masculine lesbo was. Stad culture en transmannen, het overlapt, maar het is niet hetzelfde. Dus je kan, ik zat ergens in het midden nog aan het uitzoeken. Raar grijs gebied. Ja, ik zat in dat grijs gebied. Maar jij hebt volgens mij veel meer telltale signs. Jij bent de stereotyperende trans. Zeg maar, basically wel. Het ging eigenlijk al mis toen ik nog niet geboren was. Mijn oudste zus en mijn moeder waren er allebei van overtuigd dat ze, dat ze een zoon zou krijgen, zeg maar. Een cis-joch. Saai. Best wel. En die hadden ook op de een of andere manier alles al in blauw gekocht. En ik heb twee oudere zussen dan. En die hadden allebei, zeg maar, hun kinderkleding waren gewoon jurkjes. Kanten jurkjes en cute en zo. En ik had een, weet je zo'n ding? Zeg maar een onesie-ding-achtig. Onesie. Whatever. En ik had All-Stars. All-Stars zijn unisex. True, maar zeg maar als je alles naast elkaar legt. Ja, als je het opbouwt, dan ben je lekker op. Ja, we moeten dat zeg maar al onze eerste outfits bewaren. Dus die kan je naast elkaar leggen. Het waren roze, witte jurkjes met kanten sokjes. En van die kleine sandaaltjes met gespjes, weet je wel. En dan bij mij, colorblocked onesie met All-Stars in diezelfde kleuren ook. Fashionable. I mean, en daarna heb ik eigenlijk nooit... meisjeskleding gedragen. Eén keer alleen als mijn oma langskwam met een jurkje van oh cute. En dan zei mijn moeder, doe even aan voor de foto. Daarna doe je weer uit. En ik zat, yes please. Ook altijd met jongens spelen inderdaad. Het is dezelfde foto van mij en mijn twee beste vrienden, die waren jongens. We hadden alle drie dezelfde outfit aan. Gewoon zo'n saaie blauwe korte broek, zeg maar, met van die klitterband Nikes, weet je wel. Met dat lucht hier, zeg maar, onderin. Oh, gelukkig. Dat ik dacht dat over die Lelly Kelly kut. Nee. Wow. Nee. Ja. En dan allemaal volgens mij een wit shirt of zo. Ik had wel lang haar, maar het zag er niet uit als... Lang haar. Ja. En dan mijn beste vriendin stond daarnaast in een roze jurkje met, nou ja, alle stereotypeerde dingen en zo. Wat je basically eigenlijk om mijn hele jeugd ging. Ik weet niet, ik heb geen beef gehad met jurkjes. Ik denk dat het ook een ding is. Mijn moeder heeft me nooit geforceerd om hyperfeminien te zijn. In Spanje deed ik fake it till you make it, maar ik hield te veel van mijn oma. Mijn haar gezicht zeggen, no quiero más faldas. Want ik dacht dat ik echt haar ter plekke zal ze doodvallen. Dus ik heb daar gewoon altijd mijn zondag jurkje aan gehad. Was wel banging, ik ga eerlijk liegen. Ik was fashionable as fuck. Dus aan de ene kant, het was mooi genoeg. Het was niet een vibra jurk, het was echt... Chanel. Dus ja, daar kan ik nog uithouden. Maar ik denk het is ook niet echt geforceerd. Ik zei wel één keer, ik wil geen jurkjes, wel broeken. Dan krijg je gewoon van die feminine broeken. Ja. Yeah. Dat lijkt meer nadruk op je reet en je bovenbenen. Ja, natuurlijk. En ik was eigenlijk, wist oké, ik heb toch geen reet, dus breng de illusie. Maar ik was 8, dus ik was eigenlijk, wie is illusie ben ik aan het brengen, oma? Ook geluk,
katholieke conservatieve oma. Dus ik hoefde ook geen make-up of iets om te doen. Oh, dat scheelt. Make-up is voor de H-woord. En dat ben ik niet, volgens mijn oma toen de tijd. Nu weet ze niet wie ik ben. Dus het was super chill. Ik hackte geen make-up. System. Ik hackte de system. Ik hoefde geen make-up doen. En soms alleen voor zondag een speciaal like, jurkje op. Yeah. En dan als ik een broek aan wilde, was wel van die 60s tuinpak broekjesachtige dingen. Die nog een beetje feminine sens willen vormen. Sure. En dan voor de rest was chill. En dan later in mijn jeugd, als ik dan terug was hier in Noord gestoord. Mm-hmm. Mijn ma gaf me tuinbroek, mocht Karkaar niet dragen. Ik zag eruit als een soort van neppe G-Unit 50 cent in mijn tienertijd. En ik mocht flikken wat ik wilde. Mam, dank je wel voor deze onkorte... Must be nice, can't relate. Het was super chill. Wacht, andere belangrijke aspecten. Ik bedoel, we hebben nu vandaag over kleding en gedrag. Mm-hmm. De meiden mee omgingen. De spelletjes die we speelden. Ik was altijd de guy in dit verhaal. Altijd. Als ze dingen speelden, zeg maar. Make believe dat je dat moest doen? Ja, zeg maar. Ik had één beste vriendin dan. En dat was echt zo'n super verwend kind. Ik zal geen naam noemen. Christine. Maar we gingen toch ook zo'n soort van rollenspel doen of zo. Bijvoorbeeld, moest speelden, je altijd doen. Wij speelden bijvoorbeeld Totally Spice. Weet je wel? Was je Jerry? Ik was Jerry. Nice. Had je ook een stortje getekend? Of nee, dat vond ik niet. Ik tekende niks. Dat vond ik te ver. We speelden heel vaak Tarzan en Jane. Was je de gorilla? Tarzan. Oh. Of de gorilla, inderdaad. Klopt. Powerpuff Girls. Mojo Jojo. Ik dacht de professor. Ook. Oh, nice. Yeah. Pokémon. Was ook. Pikachu? Ik was in ieder geval niet Misty. Ik was altijd de guy in het verhaal of het dier. Weet je wel? Ik was nooit een van de meiden. Ik was nooit een van de meiden. Nee, ik zat in de ergste soort meiden die ik kon zijn wanneer ik 12 was. Denk goed na. Wat was een hit toen we 12 waren? Street dance en jazz ballet. Dus alle meiden in de omgeving wilden dansen. Mm-hmm. En ik kan ziek goed dansen, nu heb ik later ontdekt in het leven. Ja. Maar toen niet. Want het laatste wat je wilde doen was streetdance. Dat was like top vrouwelijk wat je kon doen. Het was Barbies hebben, streetdance doen. En die ene telefoonspel die je had met Chris Evans. Ik weet wat je bedoelt. Andere tijd trouwens voor alle Gen Z'ers hier. 90s boys, 90s. Maar in ieder geval, dus mijn sociale dingen. Toen ik in de lucht werd losgelaten met andere meiden, toen was ik wel alsof ik dacht van... Wilt iemand... Star Wars bespreken. Ja, met guy vrienden van mij dan was het gewoon prima inderdaad. Dan deden we inderdaad Star Wars dingen. Dragon Ball Z. Oh ja, shit. Ik was Pokemon, altijd Vegeta. Digimon. Ik was Majin Buu omdat ik dik was. Ik weet gewoon precies wat ik je bedoel. Ik was altijd Majin Buu. Oh. Zeg maar, mijn moeder die liep gewoon gaan tot ik een jaar of 12 was. 13 zeg maar. Eerste van de middelbare school. Mm. En daarna pushte ze wel heel erg van... Wordt er niet een keer tijd dat je een echt meisje wordt? En ik zat... Maar hij moet hier boy. En toen dacht ik, oké, wel, dan gaan we er ook full force in. Dus inderdaad, alle kleding en leggings en whatever. Het stond echt voor geen meter ook. Je ziet ook dat het niet klopt. Zeg maar, wat droeg jij bij je eindexamen? Had je ook zo'n gala ding of niet? Oh, nee. Oh thank god voor jou. Ik had een eindexamen gala. Wat had ik aan? Ik had mijn haar gesteld. Ik had lang blond haar. Ik had zo'n clip volgens mij in of zo, dat mijn hoe heet dat, pony, dat hij hier zit. Die lok zo, whatever. Ja. Ik had een jurkje aan met dan hier twee van die touwtjes die je dan vast kon knopen, zeg maar. En dat liep hier een beetje uit. Maar ik weigerde om hakken te dragen of al dat soort dingen. Dus ik had wel een soort van, lijkt hier een beetje op, I guess, onder. En ik sta daar ook op die foto met mijn moeder daarnaast zo van... Ik wil dood. Nee, ik weet niet of ik ooit de gale dingen gedaan. Als ik ben gegaan, was dan ga je als 50 cent. Want alles was Kalkani. Ik had mijn broek onder mijn reet en mijn moeder liet het toe. Mam, bedankt, want nu heb je gehoord dat het erger kon gaan. Ik had mijn broek onder mijn reet. Dikke rockerwear, dus die broek was drie keer breder dan ik zelf was en ik was al breed. Sick. Zieke timba's, mijn petje half, doerek hieronder, je weet toch, alles wat schreeuw, tuig, dat was ik. En mijn ma liet gewoon toe, dus bless up. Aan de andere kant, soms vind ik het wel jammer dat ik bepaalde feminine dingen heb gedaan. Why? Nogmaals, zoals naaien, nu ben ik like, oh shit. Maar dat is dat fijn dat categorisering onder feminine, maar ja, maar het wordt gezien in die tijd. Ik bedoel, als mij kan vet goed naaien. Mijn oma liep naar me toe en zei, kom ik leer je naaien. Mijn opa heeft nooit gezegd, wil je spijken een stuk hout slaan? Misschien was dat ook cruciaal feit. Masculine. Ja. Oeh, spijker. Hamertje tik. Maar het zou fijn zijn als gender vastgeplakt was, want dan kon ik een boot bouwen en een fucking shirt naaien en geen stress. True. Dat is heel kut. Eerlijk, heel veel dingen zijn gegenderd, of je het wilt of niet. Het is wel waar, heel veel dingen heb ik expres geskipt omdat het duidelijk vrouwelijk was. Dingen zoals zwangerschap, nooit over nagedacht toen ik nog lesbisch was. Nu ik een man ben, ben ik like, misschien wel. Ik heb zelfs een pregnancy scare gehad ook. Alsof nog wel een side note, refereer niet naar mij in de verleden tijd als meisje nog steeds, want daar ga ik heel slecht op.
Ik heb er geen beef. Nee, maar sommige mensen komen met me, maar toen was je natuurlijk nog, insert dead name, insert oude pronouns, insert meisje, schattig meisje. Nee, nee, gewoon nee. Ik heb geen beef. Ik vind dat, ik word daar net zo misselijk van als kokos. Godverdomme. Ik heb geen beef mee, maar er komt meer, mijn familie heeft meer tijd nodig om te wennen. Ik bedoel, ik ben al 10 jaar in transitie, maar mijn moeder fokt me nog steeds over en ik vind het allemaal wel chill en leuk. Ja, maar het is net zoals met heel veel dingen, ga er gewoon niet vanuit bij elke transman of dat vrouw dat dat hetzelfde is. Nee, hier vraag het hoe je wil refereren anders. Dat toch? Ook. Dankjewel voor het kijken. En zoals je ziet, we lezen je comments, dus drop al je vragen die je wilt hebben en kom erachter hoe we verder waren. Niet alleen als kind, als tiener, jongvolwassen. Kom over 40 jaar terug als oudere, weet je, we blijven doorgaan met kutmannen. En voor dat zou ik zeggen, volgende week trans en... Media. Media. Ja. Films, YouTube. Wat vinden we ervan? Boeken, stripboeken. Die kijken wij. Perkamenten. Waar interesseren we ons mee? Mezelf. You'll find out. Dat is goed. Also, like de video. Deel de video. Like, abonneer. Deel, subscribe. En check de Instagram. Snap op die bel. Thanks voor het kijken naar deze video van Kutmannen. Alles in het scherm is klikbaar. Wil je nou toevallig meer van ons zien? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Volg ons op Instagram en like onze Facebook. Steun ons op Patreon en kunnen allemaal mooie dingen doen, zoals meer binding giveaways. En daarbij, als je zegt van, hey, ik kan jullie per maand steunen, dan heb ik ook een donatielink onderin. En dan kun je ons gewoon geld geven en er zin in hebben. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei. Later. Hou van je.